We zijn hier aan de Loswal in Grave. Het zou hier 3 dagen lang feest zijn. Met vandaag op zondag het Nederlands elftal. Met heel veel mensen. Alleen ja, je moet tegenwoordig sinds 1 januari 2024 een omgevingsvergunning aanvragen bij Rijkswaterstaat. En zij gaven een negatief advies. Want het zou hoog water worden, het zou heel hard gaan regenen, het zou hier helemaal onderlopen. Dus de festivalorganisator, in dit geval Tim van Kuppenveld, had zoiets: ik moet aflasten. Maar ja, is er hoog water? We gaan het aan Tim vragen. Je hebt gecanceld. Ja, gecanceld, ja. Klopt. Ja, bang voor het hoogwater, maar als ik nu kijk, het is zondag, het is prima. Ja, het is prima. Het zit precies op het randje. Het is wel iets hoger last normaal, alleen ja, niet hoog genoeg om het festival eigenlijk niet door te laten gaan. Ja, wat wordt de volgende stap? Dat is moeilijk, denk ik. Je hebt veel kosten gemaakt. Ja, veel kosten gemaakt, ja. En nog een beetje kosten kunnen remmen, alleen nog steeds met een bergkosten zit ik nog steeds mee. Ik ben wel iemand die risico's durft te nemen, maar ja, als het natuurlijk vaker voorkomt, dan ga je het ook niet meer op deze locatie doen. En het is een mooie locatie. En als alles een beetje meewerkt eigenlijk en ook de Rijkswaterstaat voortaan iets meer meewerkt, dan wordt het ook allemaal iets makkelijker. Er zou eigenlijk heel veel regen vallen en daardoor zou het water ook hoog komen te staan. Vanuit Duitsland en Oostenrijk zou het water allemaal deze kant op komen. Daardoor is wel het water iets hoger gekomen, maar niet genoeg voor mijn festival. Dus daarom heb ik mijn festival eigenlijk moeten cancelen. Ja, en dat heeft me best wel veel in de kosten gebracht. Ja, ik had best wel wat kaartjes al verkocht, die ik nou allemaal terug heb betaald eigenlijk aan de mensen. Ja, die vinden het allemaal heel jammer, want die vonden het heel gezellig om alle vriendengroepen en vrienden en familie bij elkaar op één groot veld voetbal te komen kijken. We hebben al een gesprek gehad met de gemeente Land van Kuik. Die weten zelf niet zo goed ja, wat de Rijkswaterstaat nou hiermee wil gaan bereiken. Maar Rijkswaterstaat zelf heb ik gebeld. En die geeft zelf ook aan dat ze nog niet precies weten wat voor vergunning dat ze ons moeten geven en hoe het nou precies allemaal in elkaar zit. Het water staat je nog niet aan de lip als ik je dat hoor zeggen, maar heel vaak hoog water, dan kan dat natuurlijk wel de verkeerde kant op gaan. Ja, als het vaker hoog water komt, dan is het wel de mogelijkheid dat hier geen festivals meer plaats gaan vinden, ja.